iedereen denkt dat ik ga winnen. Oh, ik vind het zo erg. Iedereen, alle reacties, iedereen zegt, jij gaat het einde halen, jij gaat winnen. En dan denk ik, oh. Pure trots. Well done, Les. Well done. Het is nu! Of straks! Maar ik heb nu een interview voor Gratia, voor tijdschrift. Nou, vooral wel echt skincare en make-up vind ik wel. Ik heb het helemaal niet verteld, maar ik ben zo door mijn onderrug gegaan eergisteren. Toch dan? Ik ben weer in Manchester. Oh, dankjewel. Wat leuk. Nou, maar goed. Ik ben weer in Manchester. Bij uiteraard MyProtein. Helemaal gezellig. We blijven hier nu een nachtje. We gaan shooten. We gaan nu eventjes hier zo shooten. Ik ben hier nog nooit geweest. Dit is dus de keuken. En dan gaan wij dingen maken. Maar kijk even hoe mooi het is. Het is gewoon helemaal beige. Ik wil gewoon deze keuken. Die wil ik. Dit is gewoon a dream. Dus ja, maar nu eerst even omkleden. We hebben dus kleding gekregen. En ik ben benieuwd. Hallo, hallo. Deze vrouw heeft heel erg gelopen strijden. Ja, nou, Kamp van Koningsbrugge, dat is echt wel. 4 uur geslapen in 9 dagen. Doe dat maar eens na. Nee, dat gaat niet meer na. Nee, doe maar niet gezond. Om oprecht mee te hebben. Dus we gaan in ieder geval. Het is een keuken, het lijkt een keuken. Ja, jammer weer. Hier vandaag met Stan. Alleen met Stan. Alleen met Stan. De sloeg gaat over Stan. Eén brug naar de andere gooien. En dan een soort transition doen. Ja. Dus je even ja. Ik verwacht gewoon dat jij kan vangen. Ik verwacht gewoon dat jij kan vangen. Ja. Nieuw product is leuker. Ja. Nice. Alright. Mooi. Mooi. Met hem eens? Helemaal. Gaan wij dit doen? Dit staat op camera, ja. Ik ga hem ook doen nog. Wat dan? Boven naar onder. Of. Ja, of tegen het, of tegen de. Nou, je kan hem meenemen aan. Misschien. Dus dan neem je hem mee met ja, over je heen. Neem zo dan ja, dus, ja, en dan kom je in dat voorbeeld. Dus ik wil daar nog wel even één keer opnieuw. Zo. Oké. Okay. Oh, dit was iets te snel. Sorry. Ja, nee. Ja, en dan. Ja, oké, okay, dan weet ik wat je doet. Ja. Oké. Okay. Ready? Ja. 3, 2, 1. Oh. Mag wil ik kijken? Wil je nog één keer doen? En dan de nietje naschudden, ook openen en ook een slop? Ja, want het oh, leuk. Nou, dan doe ik dat ook. 3, 2, 1. We rijden met iets sneller erin komen. We rijden. Die bicep. Jongens, deze sportschool is echt bizar. Het is toch niet normaal voor een gym? Het is zo groot. Ik ben weer op de hotelkamer. Nou, het lijkt weer echt op de hotelkamer die ik vorige keer heb. Maar het is nu anders weer gedeeld. Ik moet echt aan het werk. Ik heb mijn laptop helemaal meegenomen. Dus ik ga vanavond nog eventjes aan die PT-studie. Want oh, zondag is de deadline en het is al donderdag. En ik moet nog zoveel doen. Oh, vreselijk. Dus even aan het werk. Ik ga nu heel veel op mijn telefoon chillen. Even bijkomen. Het is wel echt heel gezellig. We zijn echt met zo'n gezellig clubje mensen. Ja, het is alleen maar lachen. Het is alleen maar leuk. Ik bedoel, Max gaat gewoon naar de eerste hoek. Wat is het? Ja, wat? Ja, voor mij. Oh, dit is zo lekker. Nou, met Charlotte weer. Ja, cappuccino. Wat chill dat je me to go hebt meegenomen. Ja, ik was al slecht voor mezelf. Ja. Ik ga niet een cappuccino atten binnen. Nee. At. Durf je niet. Nee, Stan, hoe heb jij geslapen? Prima. Ja? Goed bed, altijd goed bij mij. Ja, hè? Goed. Gebruik code Brownie. Ja, door code Brownie heb ik vannacht de beste rust ooit gehad. Dus ik ben er heel blij mee. Niet alleen door code Brownie. Ik wil even dat te wijzen.
niet. Wel ver weg hoor. Oh, wat nog? Oh, lekker! Woe! Clean, clean. Hey! Oké, jongens, zij zijn hier dus aan het pull-uppen. Oh, nu zijn ze even niks aan het doen. Maar dit is bizar wat hier aan gewichten aangaat. Kom ik even stoer van, nou, ik kan net 2 pull-ups, weet je wel. Genant. 2 keer 20 kilo wat hierbij komt. What the fuck? Very pretty. Thank you. Oh, ik kan alleen niet inzoomen, dat is wel jammer. Laat hem rappen. Rappen. Ja. Wat kroppen. Oh, ik weet niet wat dat betekent. Nee, sorry, ik kom niet eigenlijk. Zij weet niet wat inpost en kroppen betekent. We zijn weer aangekomen op Schiphol. Was even zo'n snelle vlucht. Nou, we zijn onderweg naar Amsterdam voor de finale. Oh my god, ik vind het zo spannend. Danny is ook lekker mee, gezellig, de lieverd. En Sjors. Hallo. Maar jongens, daar gaan we. Oh, iedereen denkt dat ik ga winnen. Oh, ik vind het zo erg. Iedereen, alle reacties. Iedereen zegt, jij gaat het einde halen. Jij gaat winnen. En dan denk ik, oh, net niet. Net niet, hè. Ja, het wordt een heftig einde. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan editen. Heel benieuwd naar. Wat een half burgertje. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ook wel een beetje gespannen hoor. Ja, oh. Die twee gaan hand in hand. Ja, daar gaan we hoor. Ik ben helemaal in stem. Ook helemaal ready. Bono, wat heb je net gedaan? Bono, wat heb je net gedaan, Bono? Vind jij het ook spannend? Nee. Nee, gewoon zin in. Nou jongens, zet dat ding aan. Kom. Wil je nog spiezen? Nou, zie je gasten voor Luca dan, hè? Wat dan? Een scenario van agressie, geweld en traangas. Glas. Terwijl ze één simpele opdracht. Ik sta een beetje van. Bevrijd de VIP in de rode trui. Neem het gevoel mee, want het is pure trots. Well done, Les. Well done. Calamari! Oh, calamari, hè? Calamari, hè? Ja, joh. Oké. Raak het bloed! Hey, hey, hey! Oké. Op de afmat in. Het is nu! Of straks! Nou, en verder! Ah, die man was al leeg, hoor. Heel night! Woe! Oh, ik ben net wakker. Het is 9 uur of zo. De finale gisteren. Oh, wat zie ik eruit trouwens. Nou, jullie hebben erger gezien in kamp. Dus het maakt nu echt niet meer uit hoe iedereen me ziet. Maar, oh, de finale. Oh, dit vond ik wel heel heftig om terug te zien. Ik heb zo gehuild weer. Ontzettend. Oei. Maar het was zo fijn om dit met Nick en Duco en Sander te kijken. En gewoon alle familie en vrienden ook van iedereen. En het was zo fijn. En er waren nog mensen van de productie. Zo leuk. En Jeroen is ook zelfs nog gekomen, de schat. Ja, het was echt zo'n geweldig leuke avond. Ja, nu ik het zo terugzie, ja, ik heb het einde dan net niet gehaald. Maar ja, dat zijn die paar 100 meter, maar oprecht voor mij niet meer uit. Ik vind mezelf ook gewoon een mega winnaar. En ja, het was zo'n geweldige ervaring. Wat is dat? Nieuwe vlogcamera. Ja, nee. 4K. Oh, nee. Maar ik kon de indicatie kiezen. Wij gaan kijken binnen jullie stralen. Wie het beste center is dat bij jullie nodig aansluit. Hier met Eliza was hier. En met Somaira.
uiteraard. Het vrouwtje, ze is even boven. Maar jongens, deze, ja, het is de Diamond Suite, Diamond Stone Suite, heet dit hele complex. Maar het is hier bizar, hoe mooi. Wacht, check eventjes de tuin. Dit is gewoon onze tuin. Wat een ruimte. Kijk dan, met zo'n zwembad en zo'n bed. Ja, ik ga hier zo meteen horizontaal liggen en ik kom er pas vrijdag weer vanaf als wij gaan. Oh, wat is dit prettig. En daarboven ook een zitje, daar gaan we denk ik niet zitten hoor, maar wel leuk dat het er is. Mensen zeiden ook, oh ga je weer met z'n maar? Ja. Echt? Ja. Zijn de mensen dan? Ja, ja, ja. Oh, maar ja. Vonden ze dat leuk? Nee, nee, juist niet. Nee, nee. Tussen 4:30 hier in het mooie Kreten. Oh mijn god, 4:30 al. Ja. Ja, het is bizar. En we hebben lunch besteld. €7 voor zo'n salade. Dat is toch geen geld? Ja, helemaal lekker. Maar wij hebben echt honger als een man. We hebben ineens echt goed ontbeten, niet echt geluncht. Ik kan even niet meer zo goed praten. Nee, nee, ik heb honger. Schat, ja. Ze heeft het zwaar. Ja, ja. Ja, het is ook wel even veel, hè? Nee, dus ik moet even eten. Even eten. Nou, het is zo het Nee, doe iets anders, hartstikke busy. Dus even met Rio aan het FaceTimen. Zeg hallo voor de vlog. Toch dan? Hallo. Schatje. Och, we hebben echt de hele middag hebben we gezeten, joh. Dat is bizar. We zitten, hebben uren op dat plekje gezeten. Hè? Zo lekker als je even niks hoeft te doen. Dat je gewoon nergens naartoe. Of normaal in Nederland moet je continu moet je iets doen. Moet nu dit doen, moet nu dat doen, moet dit. Het gaat maar door. En nu kan je zitten, het boeit allemaal geen reet. Oh, genieten dit hoor. We zagen net trouwens echt een hele chille spa. Hier om de hoek, hier lopen we nu eventjes naartoe. Want echt, ik ben toch zo, ik heb het helemaal niet verteld, maar ik ben zo door mijn onderrug gegaan eergisteren. Echt ongekend. En toen ik dacht dat we ging er weer doorheen met de koffers sjouwen. Nu gaat het wel weer. Maar het is echt, mijn heup blijkt dus hartstikke scheef te staan. Van de fysio ineens mee, die duwde dus op mijn heup. En nu staat hij recht. Ik zei nou, dat voelt hartstikke scheef. Dus ja, weer heel veel tegelijkertijd. Ja. Wij zijn weer. Ja, weet je, het zou niet gelukkig zijn als jij voldoende een keer van je waarschuwing geeft. Nee, nee, ik hou die camera zit ineens in mijn neusgat heel de tijd. Het is ook echt zo. Ja. Ja, maar ik hou gewoon van spontaniteit. Ja, precies. Gewoon hup, de camera aan en boem, veel van wat er wordt gedaan. Nee, weet je, als je met mij bent, maak jij wie je bent. Ik wil de oplader meenemen. Ja, doe maar. Ja, ja. Is niet veel hoor. Nee, doe maar. Jongens, kijk heel eventjes dit uitzicht. Gewoon als je het huisje uitkomt lopen. Even het even laten zien, maar het is toch zo mooi. We zijn hier geëindigd hoor. Neem je dat in cocktail? Oh, zo. Thirsty. Het is weer de volgende dag. En het is weer... Nee, ik ben even aan het vloggen. Nee, hoeft het ook niet. Nee, het is weer echt niet normaal. Ik ben net wakker. Ik heb mijn bikini aangetrokken en ik ben zo dat bedje opgerold. En ja, heerlijk. Het is echt gewoon warm. Ik vind het weer net zo warm als gisteren eigenlijk. Het is echt ongekend. Echt het zweet dat staat op mijn hoofdhuid gewoon van de hit. Oef. Maar wel echt, ach, zo lekker weer. Oh, zo, nou, ik ga eventjes wat doen. Ja, iets van ontbijt maken. Nou, ik ben natuurlijk hier ook wel half aan het proteïne vast. Dus ik heb al die Clear Whey meegenomen. Die zijn zo top. Mijn proteïne is zo'n pakketje dat je dan alle smaakjes kan proeven. Maar dit is gewoon, ja, ik ken alle smaken al. Dus ik neem het gewoon mee op vakantie, dit soort dingen. Dat is echt top. Soms vind ik het ook echt heel lekker. Dus ik heb net even een shakeje voor haar gemaakt. En als die leeg is, heb ik even die shakebeker nodig. Ga ik even voor mij eentje maken. Ik heb een samenwerking met Hunke Müller. Dus we zijn helemaal content aan het schieten. Het is hier zo mooi om content te schieten. Dat is bizar. Ik heb ook weer even make-up op mijn gezicht. Maar ik heb nu een interview voor Gratia, voor tijdschrift. Dus dat zei ik, wacht even op haar belletje. En ik heb ondertussen eventjes een Clear Whey natuurlijk van My Protein. En ga ik even dat interview doen. Nou, vooral wel echt skincare en make-up. Vind ik wel allebei heel erg leuk hoor. Ja, 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 ja. Ja, ja, dus nou, dan gaat het helemaal echt. Die PostNL man, die stond 3 keer per dag voor mijn deur met allemaal beautypakketjes. Dus ja, dan test je van alles uit.
En ja, ineens ben ik helemaal skincare gek en make-up. En alle van hun kan ook alles op. Ja. Nou, wat zijn we snel. Lekker op de ja. En nu gaan we lekker ontbijten, eten. Nou, ontbijten? Het is verdomme al bijna avond. Ik ja, deze meid. Oh. Honger. Helemaal uit te sterven hier. Zo. Nee, dat ging agressief. Dat ging agressief, zo. Maar het ging ineens goed langs ja. Veranderen. Nee. Nou, daar gaan we, windvlaag. Wow. Oh my god. Dit is bizar, deze. Echt niet normaal. Het is zo intens. Maar goed. Nee, we kunnen niet iedereen. Even kijken, al die sleutels. In de auto vind ik dan ons ineens wit. Lijken. Ja. Nou ja, jouw gezicht, dat is echt. Jij bent zo bruin. Ik zie er niet uit. Dit is bizar. Lekker ontbijtje, Grieks yoghurt met fruit en granola en een jusje. En ik had net een koffie, maar het was niet te zuiver, dus ik heb even een nieuwe besteld. Helemaal lekker. En zij eet niks. Nee. Nou ja, grapje. Zij heeft, ik weet niet waar jouw eten is. Kado-toast. Oh ja, lekker. Ze zijn gewoon alweer op het airport. Zo snel kan het gaan. Het is echt... Kun je mij te filmen? Ja, zeker. Ik zou het fijn vinden als je van tevoren... Nee, maar het gaat allemaal... Dus ik ben heel erg in mijn privé ook een keer. Heel erg in mijn privé. Heel erg in mijn privé. Wel nee. Je bent op het boek gewoon letterlijk binnen, nou wat was het, 10 minuten waren we door de incheck en door de douane. Echt, hoe is dat toch mogelijk, hè? Dat je dan zo snel dan overal doorheen bent. Nu gaan we anderhalf uur gewoon hier zo zitten. En dan naar huis vliegen. Ja, tot zover deze vakantievlog. Het was echt heel weinig beeldmateriaal volgens mij, maar goed. Vandaar ook weekvlogs. Bye! Oh, everything's alright with a flying sky.